bedrijfje Xerox wilde het veel grotere HP overnemen. Maar HP zegt nu toch, nou, dat gaan we even niet doen, Dirk. Nee, even niet. Het bod van $22 omgerekend dan. En dat is deels in aandelen en vooral ook in cash. Dat is te weinig, zegt HP. Ja, het is een beetje treurig natuurlijk als je overgenomen dreigt te worden door een klein duimpje. Want Xerox is 3 keer zo klein als HP. Maar ja, het is opgestuurd allemaal door weer zo'n corporate raider. Hè, Carl Icahn, die in aandelen heeft in beide bedrijven en op deze fusie aanstuurt. Voorlopig dus zegt HP nee. Hè, we voelen ons ondergewaardeerd. Als er wat meer geld bij komt van Xerox, dan kan het misschien alsnog. Maar interessante strijd inderdaad, van gaat het ze lukken om HP te verorberen? Voorlopig niet, zegt HP. Nee, Koen, ze wijzen het ook niet helemaal af, hè? Nee, en sterker nog, ze geven aan dat ze in het verleden al vaker met elkaar gesproken hebben. Dus dit lijkt een soort van paringsdans tussen de twee bedrijven, waarin men, waarbij HP zegt van nee, het moet een serieuze bod worden. Xerox moet ook echt maar langskomen om uit te leggen wat de synergievoordelen zijn, hoe ze dan dat nieuwe bedrijf voor zich zien. En dan valt er zeker wat te praten. Maar niet tegen $22, daar moet nog wat bij. Een printerparingsdans lijkt een hele aparte te zijn.